Hallo, welkom bij dit filmpje over how to jump to plank, jump to down dog, hoge plank, lage plank, chaturanga. Als daar het zweetje van uitbreekt als je het alleen al hoort of als iemand jou de opdracht geeft, dan is dit filmpje voor jou. Hoe dan? Oké. We beginnen even met de vingers in elkaar en je duwt je handen naar voren. Dan ga je om en om één schouder naar voren duwen. Ze gaan ondertussen al een beetje opwarmen. We gaan zo meteen een goede afstand vinden voor jouw lichaam om in een down dog te staan. Maar ook de goede afstand voor een plank. Dat zijn twee verschillende afstanden waarschijnlijk. Van hoge plank kun je naar een lage plank gaan, chaturanga. Daar kan je ook in springen. Dat gaan we ook oefenen. En wat daarna meestal komt is een updog of een cobra. Dus als je verkeerd in de afstand staat tussen je tenen en je handen, zul je ook merken dat die cobra of die updog, de opwaartse hond, niet zo lekker gaat voor jou. Dus daar kijken we zo meteen ook naar. Strek je armen maar eens helemaal uit, spreid je vingers. Dan reik je heel hoog, draai je handpalmen naar voren, trek je oren. Nee, niet je oren. Trek je schouders naar je oren. Adem hier diep in. En dan laat je de schouders zakken. Oké, doen we nog een keer. Schouders naar de oren. Adem in. En laat de schouders zakken. Adem uit. Nog één keer. In, op. En ontspan. Armen breed. Dan draai je naar één kant. En je laat die handen dan laag komen. Eén hand achter je rug, de andere bij je benen. Strek je rug, kijk op. En op je uitademing kijk je voorzichtig over je schouder weg. Voel je de draaiing in je rug, niet zozeer in je nek. En arm weer breed, adem in. Als je uitademt, draaien we naar de andere kant. Voel de draaiing in de rug. Hou de schouders laag. En draai weer terug. Armen op, adem in. En dan plaats je je linkerhand tussen je schouderbladen. Duw je die elleboog naar achter toe. En dan maak je een kleine buiging naar rechts. Dan voel je de strekking achter in je rug. In die zijspier. Die we straks ook in die down dog nodig hebben. En in de plank. En wissel, andere kant. Duw je elleboog zachtjes naar achter. En buig naar links. En dan strek je weer helemaal op. Schouders naar de oren, adem diep in. En laat je schouders weer zakken. Draai je handpalmen naar voren. En kijk je even omhoog naar je duimen. Spreid je vingers. Dus die schouders zijn weg van de oren. Je trekt de schouderbladen ook iets naar elkaar toe in je rug. En dit is al een hele mooie down dog positie voor je armen hoe je nu zit. Dus dat is al vaak een vaak voorkomende fout. Nou, fout. Is dat mensen zeg maar zo in de down dog staan. In plaats van hier. Nou, hoe komen we dan hieruit in een goede afstand down dog? Kom maar even naar handen en knieën. Je zet de knieën op heupbreedte. En je zet je handen onder de schouders. Dus misschien wil je dit bij een spiegel doen of wil je jezelf opnemen om te kijken dat je niet te klein staat. En dat je niet in een soort trapezevorm staat. Dus je maakt een goede rechthoek. Dan mag je heel even nog je bekken kantelen en holle rug maken. Laat de schouders maar even inzakken. En dan kantel je bekken, maak een bolle rug. Duw je ook tussen de schouderbladen. Alles goed omhoog. Trek je schouders omlaag. Navel één kin in. En doen we nog een keer. Adem in, maak een holle rug. En adem uit, maak een bolle.
Vanuit hier gaan we even de triceps opwarmen voor hoge plank, lage plank. Je brengt je gewicht naar voren, dus je schouders komen nu uit boven je vingers of misschien zelfs een beetje daarvoor. Dan til je je stuit op, je trekt je navel in en dan buig je de ellebogen naar je lichaam toe. Dus niet naar buiten, niet overdreven naar binnen, maar eigenlijk recht naar achter. En dan ga je voelen dat je je triceps gaat aanspannen, dat het zwaar wordt om je te dragen. Dan duw je met je hele handpalm jezelf weer terug omhoog. Dus je gewicht is naar voor. Je houdt een rechte rug. Je gaat klein tot je het voelt. En als je het voelt, duw je weer rustig terug. Misschien voel je het pas laat, dan kun je je ribben laten landen op de mat. Dus hou je buikspieren aangespannen. En duw jezelf ook weer rustig terug. Dan gaan we extra letten op de schouders. Dat die niet dit doen als jij omlaag gaat. Maar dat die schouders weg blijven van de oren. Here we go again. Gewicht naar voren. Schouders naar achter. Navel is in. Laat de ellebogen naar achter wijzen. Je neus misschien naar je mat. En in diezelfde positie duw je jezelf weer omhoog. Dat zijn spieren die je nodig hebt bij de Chaturanga zo meteen. Nog één keer. Tik. En kom terug. Mag even op je billen komen zitten. Spreid je vingers. Adem in. Nu pak je de ellebogen vast. Je laat je schouders zakken. En dan ga je je armen eigenlijk uit elkaar duwen. Terwijl de vingers ze terugduwen. Dus je gaat spanning zoeken in de armen. Duw de ellebogen naar buiten toe. Maar je vingers blijven die ellebogen op dezelfde afstand houden. Nu ga je voelen in je bovenrug dat daar een spier geactiveerd wordt. En die hebben we ook als activatie nodig in de down dog. Voel hem maar eens. Duw de ellebogen uit elkaar. Duw terug met je vingers. Voel die spier in je rug. En laat los. Doen we nog een keer hier. Pak je ellebogen vast, maar nu andersom. Dus even uit je voorkeur. Duw de ellebogen weer uit elkaar. Hou de schouders laag. Ga duwen. Duw terug met de vingers. Voel dit in je bovenarmen, in je schouders. Ook die spieren hebben we zo meteen nodig in een goede down dog. Duw, 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 duw. En laat los. Oké, goede afstand down dog. Je zit nu met je billen op je hielen. Vanuit hier kom je naar je kindhouding. En de kindhouding, die laat je ontstaan met je armen gestrekt. De ellebogen zijn uit het slot. Je mag je voorhoofd neerleggen. En je laat de schouders helemaal ontspannen. Dan til je je vingers even omhoog. Je zwaait met je handen van links naar rechts. Dan leg je de vingers neer. En een gewone matbreedte is voor sommige mensen te smal. Dus het kan zijn dat in een ontspannen positie, jouw vingers net over die matgrens zijn. Sommige matjes zijn ook breder. Dit ligt echt aan de breedte van je rug en hoe je schouders in de kom zitten. Dus de armen zijn gestrekt, iets in een V, ontspannen. Dus niet expres naar buiten toe, niet te smal, want dan komen die schouders naar je oren. Maar voel maar eens dat dat echt, dat dit de relaxte positie ever is. Hier duw je je duim en je wijsvinger extra in de mat. Middelvinger, ringvinger, pink. En vanuit daar, vanuit die handen, til je dan de ellebogen op. En je duwt je schouders weer weg van de oor. Dus activeer je armen en je handen. Dan hou je dit actief. Je tilt je hoofd op. En dan ga je trekken aan de vloer zonder dat er iets verandert aan je positie. Dus dat is een actie die je niet ziet, maar je voelt dat wel. Dus trek maar eens alsof je die hand naar je toe wil halen. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Maar je voelt het wel. Hier rug in je armen. Weer. Dit zijn spieren die we dadelijk actief willen hebben in de down dog. Kom naar handen en knieën. Niks verplaatsen aan de handen. Niks verplaatsen aan de knieën. Zet je alleen maar je tenen in de mat. Dan ga je weer zogenaamd
trekken aan die handen. Dus je trekt de handen naar je toe, maar er gebeurt niks. Je activeert alleen maar. Trek je navel in. En span je buik aan, til je de knieën omhoog. Dus je knieën zijn nu los. En mag je meteen opletten dat er niet dit gebeurt met de schouders, maar dat je ze weghoudt van de oren. En nu ga je duwen met je handen, je verlengt je rug, je duwt hem naar achter en omhoog. Je stuit gaat naar het plafond wijzen. Je gaat tussen de knieën die nog gebogen zijn doorkijken. En je voeten die staan dus op heupbreedte. Vanuit je handpalm, je duim, je wijsvinger duw je die lengte in de rug. Maar de lengte ontstaat waarbij de gewrichten nog ruimte hebben in plaats van dat ze op elkaar komen. Dus niet die schouders tegen je oren, niet de ellebogen helemaal op slot. De ellebogen blijven naar buiten wijzen. Je rug is lang, je stuit is omhoog en je nek is helemaal ontspannen. Dit is een perfecte down dog, zeker als je begint met een les. We horen vaak strek de benen, duw de hielen naar de mat. Nou, dat is wat we niet willen. We willen de lengte in de rug. En van daaruit kan er van alles ontstaan. Hoe meer je opgewarmd bent, hoe meer strekking je in de benen kan voorzien. Dus als jij nu je voeten dichterbij zou zetten, zouden de hielen wel misschien aan de mat komen. Probeer dat maar eens. Alleen dan krijg je een soort bolling in de rug in plaats van een driehoek in de rug. Dat zul je ook zien als je dat opneemt of als je schuin naar je spiegel kijkt. We gaan terug, voeten terug. Naar de eerste positie, zet de knieën neer, leg je voeten neer. Dus als het goed is, is dit, als er niks aan je handen is veranderd, nog steeds je ultieme ontspannende kindhoudingpositie. Proberen we nog een keer. Dus schouders ontspannen, armen gestrekt, ietsje in een V, handen neer, til de ellebogen op, kom naar die handen, zet de tenen in de mat, activeer de armen, zodat de schouders wegblijven van de oren, en dan duw je gewicht naar achter en omhoog. Als dit nu de positie is vanuit de down dog, dat je naar een plank komt zonder dat je iets verandert, is die plank te klein. Dus als ik nu omlaag zou gaan, ellebogen naar me toe, naar iets wat een updog moet zijn, en ik verander dus helemaal niks, kom ik echt in de knoop met waar ik dan uit moet komen. Als ik vanuit een downdog naar een hoge plank ga, breng ik mijn gewicht naar voor. Tegelijkertijd stap ik mijn voeten een halve voet naar achter, zodat de schouders boven de polsen zijn. Dan komt mijn gewicht naar voren. Ben ik op mijn tenen. Ik hou alles aangespannen. De schouders zijn nog steeds weg van mijn oren. Dan kom ik met de ellebogen recht naar achter. En een rechte rug omlaag. En dan kunnen we eerst de cobra doen. Dus leg maar neer. Voeten neer. Draai je schouders naar achter. Geef druk met je handen. Maar die druk is tegelijkertijd omhoog, maar ook weer het trekken. Dus je duwt die handen naar achter, alsof je dit wil doen. Zodat je bovenrug geactiveerd wordt en dat er meer ruimte ontstaat in je borstkas om je hart op te tillen. Mag je weer even terug naar je kindhouding? Let's do it again. Ontspan je schouders, ontspan je handen. Billen zijn op je hielen. Duw je hele handpalm in de mat. Kom omhoog. Maak maar eens een holle rug hier. Adem in. Zet je tenen in de mat. Adem uit. Kom naar je down dog. En mag je eens om en om. Knieën buigen links, rechts. Hielen naar de vloer. Hielen naar je mat. En verplaats je gewicht naar voor. Hoge plank. Maar zet de voet weer. Stapje, stapje naar achter. Dan ga je eens duwen met de handen en je bovenrug optillen. Adem door. En dan duw je de hielen weer goed naar achter. Duw je hart naar voren. Dan kom je met een rechte rug weer omlaag.
Dus gewicht voor op de tenen, ellebogen naar je toe. Halve lage plank, chaturanga. En vanuit hier kom je op je wreef en duw je hart omhoog. Up dog. Zet de knieën weer neer. Kom je nog een keer naar je kindhouding. Doen we die zo nog een keer. En dan gaan we vanuit daar terug naar down dog. Handen in knieën. Maak een holle rug. Adem in. Zet de tenen in de mat. Adem uit naar down dog. Verplaats je gewicht naar voren. Dus je kunt ook je handen verplaatsen. Dat doe ik nu even. Normaal verplaatsen we de voeten. Stap, stap. Kom op de tenen extra naar voren. Ellebogen naar je toe. Halve lage plank. En vanuit hier. Voeten plat. Heupen iets lager. Schouders naar achter. Borstkas naar voren. En dan kun je vanuit hier weer. Eén voet terug. Andere voet terug. Dus iets dichterbij. Hè? Down dog. Stap, stap. En daar is hij weer. Dus let op, schouders niet bij de oren. Schouders breed. Activatie van de handen. Activatie van de bovenrug. En knieën weer neer. Mag je even helemaal ontspannen in je kindhouding. Kom terug omhoog. Tenen. Down dog. Mag je linkerbeen optillen. Zwaai je voet naar voren. Zet je andere voet daarnaast op heupbreedte. Zet je handen onder de knieën en strek je rug hier. Adem diep in. En uitademing kom je terug omlaag. Zet je vingers neer. Ontspan je nek. Kom je op je vingertoppen. Strek je rug. Dan buig je de knieën. Zet je handen neer. Stap je linkervoet naar achter. Stap je rechtervoet naar achter, hoge plank. Lage plank en terug omhoog. Oké, down dog. Voeten dichterbij, stap, stap. Schouders. Rechterbeen omhoog. Zwaai je voet naar voren. Zet je andere voet heupbreedte. Zet je handen onder de knieën. Strek je rug, flat back. En terug omlaag. Dan kom je op je vingertoppen. Strek je rug weer. Handen plat, buig de knieën. Dan ga je je voeten optillen. Maak een klein sprongetje. Hop. Gaan we iedere keer iets naar achter. Hop. Nog iets. Hop. 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 En de laatste, hop, kom je in. Down dog. Kijk naar voren, staploop of spring weer helemaal naar voren, heupbreedte. Hop, flat back. Ga je in één keer springen naar down dog. Dus je buigt de knieën, je maakt je klein. Je geeft druk met je handen. Een soort scoop in je buik. Je tilt eigenlijk je billen eerst extra op en dan land je in down dog. Even overdreven, dus eerst omhoog. En dan landen in de down dog. Zelfs als je terugkomt, ga je eerst op en dan naar voren. Kom maar, op en voor. Doen we nog een keer. Buig je knieën, zet je handen neer. Billen komen op. En down dog. Yes. Spring terug. Gaan we nog één keer springen, maar nu naar een hoge plank. Dus dat is gewoon ietsje verder. Lift. En land. In die hoge plank zet je de knieën neer. Mag je even opendraaien naar één kant side plank. Strek je lichaam maar eens helemaal uit. Andere kant. Yes, zijn we weer in die hoge plank. Gewicht naar de tenen.
En weer naar achter. Dus voor. Achter. Voor. Omlaag. En dan extra daarvoor leg je voeten neer. Omhoog. Doen we dat nog één keer. In een down dog staan mijn voeten smaller. Nee, niet smaller, maar dichter bij mijn handen. In een hoge plank zet ik ze iets naar achter. Mijn gewicht komt naar voren. Dan ga ik omlaag. En dan duw ik mezelf nog een keer extra naar voren. Down dog. Stap, loop of spring naar voren. Peddel in je rug. En ontspan. Net met die voeten, hoe dat die verplaatsen van hoge plank, lage plank, up dog, terug. Maak ik zo even een close-up van. Komt die aan het eind van het filmpje. Voor nu, flat back. We gaan springen, hoge plank. Dus je moet meteen rawr, embrace. Niet embrace, maar brace yourself. Spring terug. Flat back. Hoge plank. Bam! Yes. En dit kun je dus ook oefenen om in plaats van een hoge plank meteen in die lage chaturanga uit te komen. Maar forceer het niet. Wees voorzichtig met je voeten, met je tenen. En hou de schouders goed weg van de oren. Dus dit wil je misschien ook filmen. Dat je het een paar keer terug ziet en jezelf kan corrigeren. Daar voelde ik zelf dat ik bij die al iets te ver doorzakte toen ik landde. Dus gaan we nog een keer doen. Flat back. Lage plank. En up dog. Alright. Nog één keer. Flat back. Lage plank. Up dog. Terug naar je down dog. En als je klaar bent met oefenen, lekker naar je kindhouding. Alright, that's it voor nu. Als je nog vragen hebt, hoor ik het heel graag. Namaste. Kindhouding. Handen in knieën. Down dog. Hoge plank. Lage plank. Up dog. En terug. Down dog. Sorry voor die pleister. Lekker bezig, Mieneke.